Hallo kijkers van NUT, ik ben Mark en ik ben vandaag weer bij het laatste van 4. Vorige aflevering heb ik als Duitsland nog een beetje zitten kloten, maar ik heb eigenlijk niet veel zin meer om daarmee te moeten verder gaan. Dus ik heb nu eigenlijk ook nog even een andere mod geïnstalleerd, waardoor dus alle gegarandeerde vrijheden of zoiets, independence, allemaal weg zijn. Dus dat betekent ook die van de Verenigde Staten, wat dus betekent, zoals je kunt zien, 10.000, dat heel Zuid-Amerika eigenlijk gewoon best wel interessant kan worden. Dus ik ga nu als Brazilië, ga ik daar gewoon even een beetje aankutten. Een beetje kijken wat we gaan doen. We gaan sowieso eventjes de fascist kant op. Zoals deze kant op. Dan kunnen we heel wat doen, dus nou ja, dat zien we wel. Even zien, onze troepen die gaan allemaal een beetje verspreid. Want we gaan ook natuurlijk met de geallieerde kloot. Dat is ook altijd zo'n probleempje. Oh. Even zien. Kijk, dat zijn onze troepen, dat zijn nummer 14. Dat maakt op zich niet veel uit, want we gaan Araguay hier eventjes kapot maken. Kleine landje onder ons. We hebben ook een kleine navy. Nou ja, klein. We hebben toch wel 22 schepen. Die we nog kunnen gebruiken. Dus wil ik even in onze coast area eventjes een beetje gewoon goed zetten, zodat we geen naval invasions hebben. In de tussentijd ga ik ook even wat militaire factories maken. Toch nog even wat meer productie te geven. En dan kunnen we daar nog wel eventjes wat civilian factories maken. Om het daar nog wat beter te maken. Dan ga ik ook even kijken. Een beetje anti-air lijkt me ook wel verstandig. Zo. Gaan we. Oh, kijk, we hebben maar 2 research slots. Niet veel dus. We doen er maar mee. Even zien. Ik weet niet wat we allemaal nodig hebben. Wat is onze division template? Niet echt groot, maar dat maakt misschien niet veel uit. We kunnen natuurlijk wel artillerie erbij stouwen, dus dat zou wel mooi kunnen zijn. Sorry dat ik nog een beetje verkouden ben. Ik kan niet veel aan veranderen op het moment. Ja, en dit lijkt me het wel een beetje. Misschien hebben we ook deze. Dat moet ik nog even kunnen regelen. Oké, deze zetten we gewoon neer. En dan laten we maar eens beginnen. Om even fascist te worden. Oké. Okay. Toch wel iets nodig. Motorized and light tanks. Oké, toch wel. Social security law. Oké, okay, dan gaan we even naar motorized en de andere light tank. Think a green war. Why? Was dat deze? Light tank. Die andere. Oké, okay, ik weet niet precies welke we moeten hebben, want ze zijn beide dezelfde. Polka. Kijk, in onze research. Oké, okay, dit moet er nog research. Goed. We hebben natuurlijk wel een beetje staal en olie probleempjes, maar nadat we ook synthetic refineries hebben, dan komt dat waarschijnlijk wel helemaal goed. Of als we natuurlijk een beetje landen kapot maken, dat zou ook natuurlijk kunnen. We hebben in ieder geval even of als 5% support van fascist, dus dat is mooi. Even zien. Mooi support, 10%. De Coffee Barons, nou, prachtig. Oké, okay, we gaan de fascist kant op. Of we kunnen dat helemaal niet. Fijn. 20% in fascist. Ja. Army drill. Welke kant kunnen we opgaan? Laten we deze kant maar eens even opgaan. Dan kunnen we even wat factories maken.
Nou, we hebben in ieder geval al, in ieder geval 30% aan de fascist, dus dat is mooi. Zoals je battle. Als we nu de Democratic Parties en de Communism Parties even kapot maken. Infrastructure. Ah, dat doen we de CLT wel eerst. Oh ja, we hebben natuurlijk nog een klein beetje een Air Force. Dankjewel, US. Maakt op zich toch niet veel uit. Oh, een beetje betere kunst. Alvast even 1938 shit halen. We hebben gewoon 0% war support. Top. Bij communism. Communism, godverdomme. Dank je. Die fucking democracy sport. Dat wil ik helemaal niet. Ja, die kant op wil ik op. Deze begon even mooi daarop. Construction? Wat? Zal wel. Nou, de Democratic Support kan helaas niet meer. Nou, beter Air Support kunnen we ook wel even hebben. Nog meer guns, kunnen we goed gebruiken. Sst, mobiel. Sst. Mel dicht. Waarom de CGL pistes doen? Oh, nou, over niks interessants, ook goed. Kan er weer gebeuren wanneer ik dat opneem ben. Ze hebben ons equipment 70%. Panda Decromatic Parties. Oh, we zijn nu al fascist. Mooi. Kunnen we hem ook al justifyen? Nee. Want daar hebben we waarschijnlijk een probleempje mee met die war support. Nee. Ja, de war gold tension limit. Wanneer we dat weg hebben, dan kunnen we alles doen wat we willen. Revolution of the 1930s, is dat? Ja, dat is ook wel een probleem. Moeten we ook even die light tanks even researchen, denk ik. Onze support en onze stability zijn echt heel laag. Dat is echt niet gezond. We zien wie gaat er winnen. Een beetje stil, mate. Ik weet niet wie er gaat winnen.
Mexican Rebellion. Nou, dat doen we later nog wel. Even zien. Ja, deze doen we eerst wel even. Construction speed, ja, graag. Een uniform, wat? Oh, dat geeft eigenlijk allemaal een beetje dezelfde bonussen. Of deze. Power and Hierarchy. Laten we maar eens even weer deze kant op gaan. Oké, dan 90 dagen, dan hebben we even weer tijd om light tanks te kunnen researchen. Doen we gewoon een koude nieuwe vorm. Federal Highways. Oh my god. We hebben echt soms nog heel wat te doen voordat we überhaupt oorlog kunnen voeren. Oké, Republican Spain die gaat winnen. Communism heeft waarschijnlijk wel gewonnen. En ik ga nu deze aflevering afzetten. Ik hoop dat ik volgende keer vaker herhaal. Zie ik volgende keer weer. Later.